Het is bizar natuurlijk, wat er dan zeg maar een 48 uur op je afkomt. En halverwege voel je dan langzamerhand inderdaad dat de werkelijkheid je inhaalt als het ware. En dat het een beetje neerkomt. En dat het heel moeilijk gaat worden om die trui te houden. En op het einde, als je dan lost, dan is dat toch best wel, best wel teleurstelling. Ik bedoel, ik schat in dat de kans niet heel is dat dat ooit nog een keer gaat gebeuren. Dus dat was leuk geweest als dat natuurlijk dan nog wat langer duurde. Maar aan de andere kant zie ik het graag ook positief in. En 2 dagen geel. Een klein beetje de geschiedenis geschreven. En dat pakken ze nooit meer af. Morgen sprinten met Dylan. En dan is het allemaal, wordt het allemaal weer een beetje normaler. En dat is misschien ook niet zo verkeerd. Ik kreeg ook eigenlijk best wel veel complimenten van jongens in het peloton. Dat ze wel vonden dat ik goed overkwam. Leuk overkwam. En dat is misschien wel het grootste compliment. Dat ik door mezelf te zijn eigenlijk toch wel veel mensen blij maak. En op veel mensen indruk maak. En in dat opzicht is het ook wel weer fijn. Ik heb van deze moment enorm genoten. Dat is ook weer fijn dat morgen gewoon enigszins weer in de luwte kan werken voor onze kopmannen.